Toen ik een aantal jaar geleden, nogal lang geleden, mijn rijbewijs moest halen, toen moest ik leren dat je moet stoppen voor militaire kolonnes als er een blauw vlaggetje voorop stond, blauw lampje aan was, aan de achterkant van de kolonne idem dito, en het was belangrijk, want je kwam nog wel eens een militaire kolonne tegen. Maar toen bedacht ik mij vorige week ineens van, hé, waar zijn al die militaire kolonnes eigenlijk gebleven? En die voertuigen? En vooral ook, waar zijn de tanks naartoe? Kijk eens. Hallo. Bob. Dag Edo. Dag Edo. Welkom. Zo, wat een grote unit is dit gebouw, zeg. Groot bouwwerk, hè? Ja. Caramba. Nou ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Bob, ik heb vroeger geleerd met mijn rijbewijs, mijn theorie-examen, militaire kolonnes met een blauw lampje. Die moet je voor, mag je niet onderbreken. Die hebben voorrang en denk erom dat je het niet doet, anders word je... Maar ik zie eigenlijk helemaal geen militaire kolonnes meer. Waar zijn die gebleven? Ja, ik heb voor mijn militair rijbewijs ook geleerd hoe je in kolonnen moet rijden. Maar we gaan er wat van laten zien. Ja. Kijk dan, vliegtuigen hebben ze ook. Echt veel. Ik kan nog een bij. Wat wil je me laten zien? Nou, Vraag over militaire kolonnes. Zie hier eigenlijk al een militaire kolonne. Maar dat is niet wat je bedoelt waarschijnlijk. Nou, dit is inderdaad wel een militaire kolonne inderdaad, Bob. Ja. Maar ja, dit is inderdaad niet helemaal wat ik bedoelde. Want ja, waarom staat die hier, ene kolonne? En waarom zien we hem niet bijna elke dag meer op de weg? We zien hem niet meer zoveel, de militaire kolonne. De militaire kolonne, ik kan me herinneren dat ik als kind dat wel op mijn netvliezen heb met van die vlaggetjes, van die gekleurde filters voor de koplamp. Precies. En dan dat dan door het dorp heen kwam. Die hoorde je al van verre aankomen. Nou, kijk als kind, er komt een tank aan. Ja, precies. Dan werd de weg afgezet en dan kwam even een kolonne voorbij. En dat mocht je niet doorkruisen. Maar dan had je natuurlijk wel dat het leger nog veel groter was. In die tijd dat ik nog zo'n jongetje was, en jij waarschijnlijk ook, toen hadden we een groot legerkorps in Duitsland, we hadden een grote krijgsmacht. En alles werd dus op grote schaal ook verplaatst in kolonnes. Je ziet het af en toe nog wel eens hoor, dat men in kolonneverband over de snelweg van A naar B gaat. Ja. En soms ook Engelsen die van de boot in Hoek van Holland zich naar Duitsland begeven. Oefening gaan. In kolonneverband altijd nog hier over de snelweg gaan. Als je veel langs de weg ziet, zie je het nog wel eens. Dit kokertje, dat is om een vlag, een kolonnevlag in te zetten. En dan werd er dan zo'n kleurfilter voor de kop. Dit is gewoon een kaarskandelaar, zeg maar. Ja. En dan... gepanzerd. En die vlaggenstokken waren werkelijk gewoon bezemstelen met een katoenen vlag eraan. Het is natuurlijk een museum, dus het zijn museumstukken. Nu wel. Ja. Maar kun je hier nog in rijden ook? Doet dit het nog? Of is het allemaal... Als het moet, zouden we dat natuurlijk wel rijvaardig kunnen maken. Maar we hebben er natuurlijk een andere categorie voertuigen voor waarmee we wel mogen rijden. Dus jullie hebben ook nog vanuit hier zo... Het museum, heb je ook nog apparaten waar gereden mee wordt? We hebben een speciaal schuurtje, daar hebben we nog het een en ander staan. Echt waar? Denk ik dat we ook daar gewoon heel even moeten kijken of dat we er eentje aan het praat krijgen of zo. En dan kijken of we misschien een stukje kunnen rijden. Ik zie wel mogelijkheden, denk ik. Top, man. Zullen we daar eens heen dan? Ga er toe. Maar we gaan wel even nog even een rondje kijken. Ik zie hier bijvoorbeeld gewoon een SS-20 raket. Wat een groot ding dan, hè? Als je zo'n raket op je kop krijgt. Maar dit is dan weer een heel ander soort raket. Zoiets zou ik dan wel eens in willen karren, weet je, zo'n ding. Dat lijkt me dus te gek. Maar dat tezijde. Ja. In een ander leven misschien. En wat is dit dan voor een ding, Bob? Nou, dit is een Sherman tank. Een beetje een laat-oorlogs type, maar... Die loop is ook helemaal krom. Ja. Je moet je voorstellen dat deze heeft jarenlang als oefendoel in het doelengebied gelegen. Dit was gewoon om op te oefenen, om te schieten. Ja. Hier is natuurlijk nooit op gevuurd dat er mensen in zaten of zo. Maar die gaten die zijn echt, dus dan de panzer is dan 5 centimeter of meer. Maar dat gaat gewoon dwars er doorheen toch nog. Dat laat ik wel zien, de beperkingen ook eigenlijk. Hoe beperkt het eigenlijk is, panzer. Ja, je bent niet helemaal veilig uiteindelijk.
Heel veel mensen noemen alles een tank. Ja. Waar een rupsband op zit. Ja. Maar dat klopt dus niet. Hè? Zo'n tank dat is echt wel heel zwaar met een grote koepel erop, een gevechtstank. Maar dit zijn ook zware jongens. Jawel, maar dat is dus... Maar dat is geen tank. Nee, dat is geschut op een rupsonderstel. Maar dat is eigenlijk een motorafuit, noem je dat. Even voor de helderheid. Dit is dus geen tank. Ja, dat je het weet als je hier komt, dat je niet zegt, oh, dat is toch een mooi tank. Nee, dit is een geschutsafuit. Ja. Zo... Dat is nog eens even een dikke loop, zeg. Ja. Caramba. En schietbuizen. Ze zeggen geen loop bij de artillerie. Dit is dus wel echt een tank dus. Dit is een... Dit is geen afvoerapparaat. Nee, dit is echt een gevechtstank. Dus het is om mee te vechten. Ja. Bob, wat weegt nou zo'n tank, deze Leopard? Dit weegt 60 ton. 60 ton. Astronomisch gewicht, hè? 60.000 kilo. Ja. Caramba. Ja. Ik vind het geweldig om te zien. Het is ongelooflijk indrukwekkend. Maar het heeft een beetje een rare bijsmaak ook. Want ja, het is natuurlijk allemaal gemaakt om oorlog mee te voeren. Ja. Hè? En zo'n kanon, daar schiet je iemand makkelijk zijn kop mee af. Ja. Waar lopen we dan nu naartoe, Bob? Naar de hangar 8. Hangar 8. Voormalige vliegtuighangar. Maar hier hebben we ook nog wat Toys for Boys. Hier binnen word je opgevangen door Erik. Ja? Die gaat over het rijdend materieel. Die rijdt met dit soort dingen. En die gaat je verder helpen. Oké, dankjewel. Ik Bob, dat was fantastisch. Ja, dan maak jij de deur open. Dat was me waar genoegen. Ja, wederzijds. Oké, ja? Daar ga ik. Ik kan eens even. Ik ben Erik. Hey, dag, ik ben Edo. Wat heb je hier nou voor een apparaat, joh? Hey? Dit is een 324 tankauto. Een 324 tankauto. Oftewel, met heel veel diesel erin. Of wat is het? Nee, hier zat gewoon brandstof in. Allerlei soorten brandstof. Niet alleen diesel, maar ook benzine, ook kerosine. Om naar het front te sturen, om de tanks bij te vullen. Bijvoorbeeld. Ik vind deze wel te gek. Maar ik wil eigenlijk natuurlijk gewoon in een tank rijden, dat begrijp je wel. Maar laten we eerst even kijken wat je allemaal hebt, man. Dit is eigenlijk meer uit na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Hij is ruim 70 jaar oud. Lekker een ruime instap ook. Ideaal. Het is echt allemaal zwaar materiaal. Ik heb een bil naad erbij. Ja, dit is wel het leven natuurlijk, jongens. Geweldig, man. Maar ook zo Spartaans, man. Allemaal overal. Gewoon bouten en moeren om het in elkaar. Dit kan mij zelfs hebben en overleven. Geweldig. Oh, je ziet ook helemaal daarachter op waar de motor zit. Moet je even meekomen. Kijk, man. Hier, als hij gestart heeft, hier zie je helemaal de roetaanslag. Dus hier, dan kom je grote rookwolken. Als dit voertuig start, blaast hij gewoon een paar liter diesel er doorheen. Een paar liter diesel alleen om te starten? Exact. Oh, wat een geweld, man. Dus niet alleen oorlogsgeweld, maar ook gewoon milieugeweld. Niet echt heel grappig, maar wel indrukwekkend. Wat een ding, hè. Oh, dat klinkt vrij... Ik kan nog muziek maken ook. Is dit nog de echte pijp? De schietbuis zit er gewoon in. Oh, die zit er nog in? Gewoon geïsoleerd als het ware. Oh, daarom klinkt hij zo. Dit geeft licht. Ook geen warmte af. Door infraroodcamera's van de vijand zien ze dus niet waar die warme loop is gebleven. Koppie. Geweldig. Maar het lijkt mij dus bijvoorbeeld wel echt super tof om een keer in zo'n ding te rijden. Dus jij wil graag een keer in een tank rijden? Nou, Bob zei dat misschien wel. Kom. Ik heb iets voor jou, iets moois voorbereid. Echt waar? Een lans van ons te lanceren richting. En dan mag je van mij een stukje rijden. En dat is echt een serieus apparaat? Ja, het is geen tank, maar het is wel een rupsvoertuig. Lijkt je dat wat? Ja. Dan gaan we dat doen. Ja, de reek, man. Leuk. Oké. En wat is dit dan voor een ding? Dit is nou een lans, een lancering richting. Een lancering met raketten? Exact. Het is gewoon een bustank. Exact. Oké, en daar gaat hij. Rustig aan.
Man! En zet hem weer even neutraal. Motortje uit. Klasse. Oh. Goed gedaan, Edo. Dit was te gek, man. Dankjewel. Het is natuurlijk geen echte tank, maar... Oh, te gek. Dus jij wil in een echte tank rijden? Nou ja, ik denk dat ik het nu wel zou kunnen. Gaan we regelen. Ja, dus niet helemaal wat ik had bedoeld, maar misschien is het ook wel hartstikke leuk. Bam, bam! Er komt de infanterie! Pak ze, pak ze! Lalalala, lalalala, de infanterie, lalalala. Pa pa da pa 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 da pa da.